Hey, ik ben Mark van MotorCleanCenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Shark RAW, beschikbaar bij MotorCleanCenter.nl. MotorCleanCenter Review. De specialist in motorkleding. De Shark RAW is een urban style jethelm. Speciaal gemaakt voor de mensen die rijden op een custom bike, een naked bike of eventueel een soort vintage urban-achtige motorfiets die iets willen uitstralen wat niet eruit ziet als een normale jethelm. Gemaakt van polycarbonaat en weegt ongeveer 1050 gram, wat echt heel licht is. Dus deze helm voel je bijna niet zitten op je hoofd. Bijzonder aan deze helm is de korte voorkant. Het is echt een heel compact helmpje. En dat is voorzien van een speciale crossbril die helemaal is geïntegreerd in de helm. Ik zal dit kapje er straks afhalen en zie hoe die vast zit. Maar dit geeft de helm echt een heel stoer uiterlijk en is een beetje geïnspireerd door een pilotenhelm, jetfighterhelm of een assaulthelm. Aan de voorkant wordt de bril voorzien van een rubberen kap. Dit is niet echt veilig, dus het doet niet zozeer iets aan de schokdemping. Maar het geeft je wel wat extra bescherming aan de voorkant van je mond. Je hebt hier wat ventilatie, daarachter zit een stoffilter. Dus voor steentjes, stof en andere dingen ben je hier wel goed beschermd. Maar verder voor de veiligheid heeft het eigenlijk niet echt een functie. Dit is de matzwarte versie, heel erg populair. Deze helm is er al 2 jaar, maar is voor het jaar 2015 vernieuwd. Aan de bovenkant zien we een ventilatieschuif waar voorheen deze helm was uitgerust met niet een schuif, maar een vaste ventilatieopening waar je een rubbertje in kon doen en die eruit kon halen als je de ventilatie open wou zetten. Nou, dat rubbertje raakte men heel snel kwijt, dus op deze manier hebben ze de ventilatie goed geïntegreerd. Vrij grote luchthapper waar de lucht aan de voorkant doorheen kan en aan de binnenkant door de helm aan de achterkant er stil weer uit kan. Dit is de matzwarte versie, zoals ik al zei, waarschijnlijk de meest verkochte. Maar de Shark RAW komt er dit jaar ook in heel veel stoere prints, waaronder de Kurz. Dit is een speciale army print, die er in heel veel verschillende kleuren is. En het is echt een hele stoere print. Het past dus heel goed op een speciale naked bike, sporttourmotor, eigenlijk een helm die door heel veel verschillende mensen op verschillende motoren wordt gedragen. Houd er wel rekening mee dat deze helm niet is voorzien van een vast vizier en ook niet voorzien van bescherming op de kin. Dus echt voor de hele lange ritten of woon-werkverkeer is die niet geschikt. Maar voor een helmpje erbij of ben je echt een mooi weerrijder is de Shark RAW echt een hele goede optie. Hij is op heel veel verschillende manieren te dragen. Nu is hij in de volle stand, dus alles zit erop. We kunnen deze onderkant gemakkelijk eruit trekken. Dit is de kap, dan zie je aan de binnenkant ook de filter. Heel makkelijk erop te klikken. Je klikt er zo aan de onderkant aan vast en blijft ook zitten tijdens het rijden. Dus je hoeft je geen zorgen te maken dat hij eraf waait. De bril kunnen we naar voren doen en hierop zetten. We kunnen hem ook zo dragen. Met dit ding erbij is dat wat lastig, want dan kijk je de hele tijd tegen die kap aan en dan gaat hij misschien wat wapperen. Maar op deze manier kunnen we ook met mooi weer, als het zomers heet is, prima rijden. De bril is ook bijzonder, want dat is een Carl Zeiss bril. 2 lagen glas, aan de buitenkant is die kraswerend. Aan de binnenkant anticondens gecoat en door die 2 lagen glas zal die ook niet beslaan. Als we hem zo omhoog doen, kunnen we de kapjes opentrekken. Zo, dit is 1 kap. En aan de andere kant ook, dan zien we hoe de bril vastzit. Zit hier vast met elastiek. De bril weer naar beneden doen. En we draaien deze naar onder. Trek je zo de bril los. We kunnen hem ook hier losmaken. Hij komt los in de doos, dus je moet hem wel even aan elkaar vastmaken. Het is een beetje gepiel, maar als hij eenmaal zit, dan zit hij ook goed stevig en komt hij niet meer los. En aan de andere kant draaien we hem dan naar beneden en zo halen we de bril eraf. Aan de bovenkant van de bril zien we een foamrand, waardoor die goed afsluit langs het hoofd. En aan de bovenkant ook wat ventilatie, ook aan de onderkant, zodat je genoeg circulatie voor je gezicht hebt. De binnenkant van de helm is voorzien van een bamboe interieur. Dat is organisch materiaal, super hygiënisch en vochtafdrijvend. Dus ook met heet weer kan je deze helm prima dragen. De nekrol die erin is verwerkt is voorzien van elastiek aan de achterkant. Dus heb je een iets sportievere houding, zit je iets verder voorover. Heb je ook geen last van overtollig materiaal in je nek. En als we dit eruit gaan halen, zien we dat je bijna alles in 1 keer zo uit de helm haalt. Aan de voorkant is de binnenpet vastgemaakt met klikkers aan de voorkant van je wenkbrauwen. Geen vervelende drukpuntjes op je voorhoofd. En als we deze uithalen, zien we een 3D foam padding. Op heel veel verschillende plaatsen extra dikke schuimvullingen, waardoor die op de plaatsen waar dat moet goed op je hoofd aansluit. En op heel veel plaatsen is die open, waardoor die goed kan ventileren.
pasvorm van de Chagrau is rond tot ovaal. Loopt dus ietsje verder voor, van voor tot achter, dan van links naar rechts. Pasvorm van de meeste mensen, eigenlijk ja, weinig problemen met de pasvorm. Bijna iedereen die deze helm wilt, die past hem ook. De wangkussen zitten vast met klittenband. En we kunnen hier aan de achterkant hebben ruimte om speakers te plaatsen. Als we de schaal van deze helm bekijken, zien we ook hier aan de onderkant een inkeping. Dat wil zeggen dat hij is voorbereid op het Shark Bluetooth systeem, Shark Tooth zoals ze dat noemen. Hier kunnen we de module in plaatsen, de speakertjes kunnen in de wangkussen. Dan krijg je alleen een kleine sticker aan de buitenkant waar de bedieningsknopjes op zitten, waardoor het bijna niet opvalt dat je een communicatieset in de helm hebt. En als we deze eruit halen, zien we ook hier weer dat hij is voorzien van verschillende dikte schuim, waardoor hij langs de kaak en langs de kin ook heel goed afsluit. Aan de binnenkant zien we het shark fin systeem. Dat zijn groeven in de binnenschaal die ervoor zorgen dat de ventilatie die aan de bovenkant binnenkomt je hoofd kan verkoelen en er aan de onderkant ook weer uit kan. De sluiting is een microbuckelsluiting, gemakkelijk vast te maken, trekt aan het rode koord en gaat los en je kan hem iedere keer naar wens helemaal afstellen. Standaard. Bij alle Shark helmen komt een tasje met daarin een pasje waar een code op staat. Deze code is gekoppeld aan de helm. Voer die in op shark-helmets.com en je krijgt 5 jaar garantie. Er zit ook een speciaal doekje bij om je bril schoon te maken die ervoor zorgt dat de bril niet krast. Wil je meer informatie over de Shark RAL of wil je deze helm bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Laat ons weten wat u van onze reviews vindt. Like onze Facebook- of YouTube-pagina om op de hoogte te blijven van al het motornieuws. Breng een bezoek aan onze winkel met het grootste assortiment motorkleding van Nederland. Altijd advies op maat. Tot ziens op motorkledingcenter.nl.